Yes, wij zijn los, para de los! En we zijn weer terug met de legendarische voetbalchallenge. Degene met de meeste strikes krijgt een ijskoude straf, die gaat namelijk in het ijsbad. Maar we gaan nu beginnen met de allereerste challenge en dat zijn penalties. Niet zomaar penalties, je wordt geblinddoekt terwijl je die penalty neemt. Achie gaat als eerste. Ah, lekker voor je! Oh, sorry, ik zie het. Hey, doe een beetje lief, man. Ach, hij moet goed zitten, anders ga je weer. Kijk mij dit. Hij doet geen zin, let op. Nee, je bent niet recht nu, hè? Oh, naar achteren, naar achteren. Oké, genoeg toch? Ja, yes. Ja, je kan. Let's go. 3, 2, 1. Oeh, waarom doet die 6 op 6, man? Ja! Wacht. Ja, daar was die! Wacht, zie je penalty stippen. Wacht, geef me je hand. Is dat? Oké. Ja, daar. Kom maar. Oké. Hij is toch dom? Hij is toch dom? Nee, joh! Je hebt de bal niet! Bijna! Je laat hem weg. Ik denk, we zijn weer terug. Matties, ik ga hem eerlijk spelen. Hala, vriend! Daarom moet je vast spelen, zie je? Daarom. Ik geloof helemaal niks. Hij heeft een strijd. Ja, nu pas, ik deed al. De Awachi komt terug. Vast spelen tot aan het einde van mijn carrière. Ik zweer het. Marco is terug. Mijn Mattie, mijn brada. Ja, hij gaat. Broer, deze jongen zonder nek. Hij is teruggekomen zonder nek, ja? Ranko, okay. Kijk eens naar achter in de camera. Stevie Wonder. Wow, Stevie! Broer, Amang heeft je genakt. Hij zegt, je hebt nieuwe tyfus, maar hij zegt, geel. Maar kom. Wil je zo ver? Oké, Cristiano! Ja, dag! Oké, ik ga zeggen hoe je moet rennen, ja? Rechtdoor. Beetje naar rechts. Ja! Oh, hij heeft toch gewoon gelijk, eerste keer. Ik ga eerlijk zeggen, ik zag het, man. Ja, hè? Ik wil scoren, ik wil niet verliezen, broer. Ja, maar hoe doe je dat dan? Kijk, ik ga eerlijk zeggen, je kan bij deze hoek kan je zien. Echt, ja? Ik wou eerlijk spelen, ik deed echt strak op mijn hoofd. Bro, zonder te kijken, naar deze man vastspelen. We beginnen opnieuw, we doen gewoon penalty zingen. Je hebt geluk, je hebt geen strijk meer. Wat? Ja, klaar, ik ben eens met Soef. Koen, wat gaan we doen? Penalties dan toch? Ja? Gewoon penalties, we beginnen weer opnieuw, niemand heeft strijk. Ja, eens. Hebben we eindelijk een keer vals gespeeld tegen Achie? Ja. En dan wordt toch die strijk ingeleverd. Maar zie het positief. Ja. Jullie motiveren mij nu om eerlijk te spelen, want het loont. Ik geef nu een challenge. Jij mag nu geen Nederlands praten, alleen Engels. Oké, dat is no problem. Het is only for me, alsof ik. Nee, ik mag Nederlands. Nee, jij praat heel Nederlands. Ben je gek? Jawel. Ja, maar laten we helemaal wat. Oké, you speak Turkish? Ja, oké, okay, moet ik. Ja, best. You speak Chinese. Hey! You speak in the Taxelena. Ja. Adia, Susia, Gelia. Chavo. Ik praat goed erin, praat niet Nederlands alsjeblieft. Maar wel met die accent, zeg maar. Je moet met die accent praten. Skiet die balje! Skiet die bal, G! Ik wist je ook! Ah. Hij had expert. He got a chip over de goalkeeper en... Slow! Chip over de goalkeeper, make him follow the ball in slow motion. Hij deed niet serieus. Hij ligt. Hij ligt. Ho, wat hoor ik daar? Hij zei dat niet ik. Als jij keeper bent en jij duikt en die bal gaat rustig, dan kun je toch niet meer omhoog? Ja. Hij zag Nederlands. Abel! Oh. Sinds wanneer jij praat Nederlands? Hij heeft altijd die hoest. Wat gebeurt? Je moet toch hier komen zo? Wij vergeten is tijd voor zijn pillen. Wij moeten geven pillen. Abi, je vergeet medicatie. Nee, sorry. Hey, Mario, je bent echt... We hebben deze Ranko gemist. Dat is toch niet normaal? Ga in een hok schieten. Wat doe je? Oh, hey, je doet die accent nog. Hij doet die accent misschien. Ja, ik ben bezig. Doe jij schieten. Jullie hebben mij slecht aangegeven. Ja, jij moet je skoppen die baan. Kom. Je hebt geen zender trouwens. Ja, flauw. Almele. Hij mist! Ja! Je hebt gemist! Yes. Hey, luister, was jouw beurt eigenlijk? Nee, was jouw je beurt. Gemist! Je hebt gemist! Eigenlijk was jij in de beurt! Ik ben eigenlijk niet mee eens, maar... Hij heeft een stack! Rendon verliest altijd. Jouw naam begint met Ren en daarom ga je verliezen. Shout out naar Rendon, man. Shout out naar Rendon. Welke bal, rechts of links? Oké. Hij is toch dom? Okay. Wow, hij geeft pannen okay. Gewoon. Wow, oké. Okay. Wacht. Hey, waarom? Wacht.
Luister, luister. Hij moet hem raken. Hij raakt, hij raakt, ik zweer het. Kom hier, kom hier, kom hier. Hij raakt voor één hart. Hij raakt één hart, kom. Hij raakt voor een witte hart. Klopt, ik raak. Hij moet die pijlstip raken, dat is de regels. Ik speel eerlijk. Kijk, hij is hier. Wat is dat? Meza, dat betekent goat. Hij is de goat van Vosmeer. De enige reden waarom ik hem niet wil missen, is omdat Rako heeft gescoord. Als Rako scoort en ik niet, gaat het me echt pijn doen. Broer, deze man is nooit beter dan mij met Bali. Laat in de comments weten wie beter is. Rako op 8. Hij gaat missen. Hij gaat missen. Hij gaat missen. Hij is koud. Hé, hey, trouwens, de reden dat hij deze sjaal heeft, dit is zijn bokaal van de vorige keer. Naar de player voor de bench. Hij had vorige keer gewoon die challenge gewonnen van alle voetballers. Als keeper had hij gewonnen. Ik had bijna gewonnen, deze bus. Ik ga het nooit meer verliezen. Ik vind het een mooie sjaal, maar een keeper die van de 4 penalties er maar eentje pakt, is echt iemand voor de bench. Eén van de 4? Je hebt één van de 4 gepakt. Oh, ga jij pakken dan? Dat is goed. Nee, Soef gaat. Soef gaat. Jullie maken alleen maar grappen. Je moet winnen, bro. Winnen is de motion. Je haalt die bal in die shirt vandaan. Pak een bal. Niet je buik inhouden. Dit zijn Boenu dingen. Wacht, Koen! Dit zijn Boenu dingen. Wacht, Koen! Als jij een man bent, als jij echt een man bent en een echte another play for the bench, zeg tegen Soef waar je hem schiet. Hey, ik ben Boenu, ik hoef dat niet te weten. Hij hoeft dat niet te weten. Ik weet het. Hij dat niet te weten, Panenka. Oké, okay, let op. Ah, die moest je hebben, man! Kijk hoe hard je ook schiet, je bent laf. Ik schiet te hard, wacht, ik heb te hard geschoten. Kom maar. Hij chipt je, kijk. Kom op met voetbal. Soef chipt jou. Ik. Plaat je andere kant. Rako, andere. Jij moet weer hard schieten. Hij is toch dom? Ja, hij is klaar. Start, hij wil Panenka doen. Dit is echt de slechtste Panenka in de wereld. Zijn naam begint met. Rrr. En dan? Ah. Dan? Wat doet je dat aan denken? Rendo die altijd verlies. Nee, Wola Rendo lacht niet. Wola Merk lacht. We zijn één team. Want wij zijn. Los Paradeos. Ja. Niet elkaar naar beneden halen, hou elkaar naar boven. Je hebt gelijk. Kun je een ijsbad gaan voor ons dan? Nee! Oh. Zitten! Ah! Dan naar de volgende challenge. Dit ging ooit helemaal fout in het centrum van Rotterdam. Ja! Je krijgt een nieuwe kans. Ik heb slechte herinneringen eraan. Kom op, je moet je angst overwinnen, man. Is goed. Ja, maar pak die bal, ga doen, man. Kom hier zo zielig doen, man. Trouwens, dit is de challenge. Je moet zo meteen schieten, met je voeten dus, over het hek. En daarna... vangen. Als je hem hebt gevangen, heb je geen strijk. Rarko, 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 Rarko. Sst! Rarko, Rarko, Rarko. Kom op, schiet die bal, man! Hey, je gaat blijven hangen. Kom op, you got this, come on! Je gaat vallen bij die hek. Ja. Je gaat vallen. Strijk! Maar ik ga eerlijk zeggen, ik voel niet lauw. Weet je wat die tor is? Zijn concentratie is weg door hun. Rarko, Rarko, je moet, man. Makkelijk, man. Dit is ook makkelijk. Easy, moet ik kunnen, maar ik sta onder druk omdat ik kan strijken. Maar! Dit heeft met hooghouden te maken. Hoog schieten en dan opvangen. Let even zien. Dit kan ik toch? Kom, mensen moeten weten wat jij kan. Dit kan ik toch, man. Oh. Broer, dit was van 2016 en zo, man. Doe iets anders, man. Dit is low. Hey. Oh, okay. Doe 3 keer dan. Hij gast hem zoveel. Hij gast hem. Hij gast hem, hij gast hem. Oké, 1, 2, 3, 4. Hij is niet normaal! Ik dat was echt gruwelijk met freestyle. Los daarvan. Maar is oud te zijn. Is die natuurlijk net zo oud als een kapsel? Ik zweer het, kan gewoon niet meer. Wat vind jij over kapsels? Omdat je geen kapsel hebt, daarom. Kom allebei tegelijk. Nee. Kom allebei tegelijk. Nee. Hij is niet kleiner, jongen. Zijn kapsel is half bloed. Kom. Hey! Hij heeft hem! Hij heeft hem! Easy money! Jammer, zeg. Kom. Ja, kijk maar naar mij, kijk. Oh. Kleine jongens. Oh. Let op. Nee. Doe maar na. Als je nog op slot. Wow. Dus jij wil vertellen, jij gaat dit nu doen. Ja. En dan ga je dat hek nog openmaken en nog van. Ja. Ik doe dat, broer. Je kent mij, ik doe dat. Luk. Doe dat. Ja, jammer. Nee. Ik voel me net Koen. Die bal ging gewoon door mijn handen heen. Ik zei. Is jammer. Dat is jammer. Echte mannen dingen. Hek open, rennen, springen, vangen. Het staat allemaal in mijn hoofd. Maar toch een strike. Applaus, man. Niet normaal. Hoi, is het spiegelezen? Altijd. Nee, dat. Serieus? Natuurlijk. Dat was echt mooi voor niks. Voor niks. Dus ik die pillen niet heb gekregen. Ze worden niet bezeten, hoor. Oké.
Soef, doe ook wat hij deed dan. Dan ben je ook goed. Eerlijk, eerlijk. Soef, hij is als jij zeg maar deze tour doet, dan heb je twee ronden geen strijd. Hey. We gaan niet over. Wat? Ga maar, man. Je bent ook de player voor de band. Geef hem motivatie, motiveren. Luister dan, broertje. Waarom lach je dan? Broertje? Oh, brada. Oké, broertje. Luister dan, brada. Als jij die deur dichtmaakt en je pakt die bal, je schopt hem in de lucht en je vangt hem, ben jij de baas, boevenbaas. Hé, hij zet je. Jij bent het. Warm up. Vertrouwen in mijn homies. Hoi. Ga de deur opmaken. Oh, ik moet hem dichthouden. Ja. Hij kan het. Broer, hij kan dat. Ik ken Soef. Soef doet dat. Jij kan het, man. Zolang Rarko, Randall meedoen met ons, verlies ik geen challenge. Ga ik geen opdrachten doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar Koen, jij bent nu... Hij wil nu mijn level up. Ga maar level up. Als jij echt een another play voor de bench. Ja. Bench. Oké, let op deze story. Echte, nee, maar ook echte. Doe je precies wat Soef doet? Ja. Ja. Past voor. Voordat je die hek opmaakt, maak je nog een koprol. Dan maak je de hek op en pak je hem. Als jij dat doet, ben je een baas. Wow. Nog mooier, als het jou lukt, pak ik een strike. Hij pakt een strike. Wat? Wow, lekker dat hij het haalt, man. Spannende muziek. Ik heb echt spijt dat ik het heb gezegd. Dus rennen, koprol en deur open. Dat is fire. Hij kan dat. Hij kan dat. Dat is wel lelijk. Ah, dat doe ik. Het gaat hem lukken ook. Ik heb zo'n voor, gaat hem lukken. Koen! Kijk waar die bal helemaal is. Ah. Ja, ja, dames en heren. En wederom is het me weer gelukt om Koen in mijn val te lokken. En hij heeft gedaan wat ik wou. Ach, hij heeft mij geflasht. Hij heeft mij zo hard geflasht. Wie van jullie kan dit? Jij niet. Jij wel. Kalma. Dit is geen de challenge, hè? Oh, jij wil zeggen ik heb geen strijk nu? Dit is... Hey, doe dan! Ja, maar wacht, wat gebeurt hier? Oké, dit is zonder strijk, maar laat zien dat je het kan, hè? Oh, hè? Zo, echt, voor niks. Koen gaat het wel lukken, man. Achie is niet Achie als de oren spits waren. Soef heeft Koen een beetje van, hey, trap hem daar. Ik kan hem tip geven. Ik weet je hem tip geven, en zelfs dan lukt het hem niet. Dat is Koen, let op. Zelfs dan lukt het niet! Weet je wat die truc is? Die truc is zeg maar dat je hem schuin, zo, pakt. En dan gaat hij erin. Dat is jammer, hè? Kijk. Wauw, weer. Niet normaal. Als jij hem hier raakt, ja, dan moet hij zo. Dus niet vanaf hier, maar... Snap je dit? Dat zijn sowieso nou, Hij doet drie. Oh. Ik weet niet, heb je dat gefilmd? Jongen. Als jij mij een tip geeft, dan doe ik die dingen altijd. Dat is hem. Broer, nee. Broer, luister, als Soef mij die tip gaf gelijk, dan doe ik het gelijk. Ja, het kwaliteit zit hem in onze benen. Wij maken filmpjes dat je buiten gaat oefenen. Deze moet je gewoon oefenen. Ik wil massaal deze video zien van jullie. En stuur het via Instagram. We gaan naar de volgende challenge. Iedereen heeft een strijk behalve Achie en ik. Hashtag toezaam. Nee, gek, geen strijk, broer. Iedereen heeft een strijk behalve ik. Over strijks gesproken, de volgende challenge. We hebben hier drie ballen. Je krijgt drie keer een poging om de bal op de lat te raken. Als je de bal op de lat raakt, mag je een strijk geven aan een willekeurig iemand. Wie wil ze? Ik. Ik. Waarom wil je deze motion? Aan wie ga je hem geven? Mag ik gewoon de bal op de lat schieten, alsjeblieft? Noem een bal, hè. Aan wie wil je die strijk geven dan? Aan jou. Aan mij? Is goed. Ik onthoud. Oh, ik onthoud. Kom, we hebben nog twee. Kom maar. Oh, wow, zo. Oh. Ja, haha, je bent genakt. Dus twee mis. Oeh. Die wil je aan Soef geven, ga door. Aan jou? Ook aan mij, is goed. Drie keer mis. Hey, je wou mij geven, toch? Ja. Oké, ga maar nu. Kom. Nee. Stil, je wou mij geven, toch? Nee. Ik ben de echte gamechanger. Ik ga mensen vandaag voor paas laten staan. Let op. Oké. Zo. Oh, jammer, man. Hij was dichtbij voor niks. Zo. En wil je geven? Je zou ze aan Soef geven, toch? Wil je geven? Ik wil alles.
Alles aan mezelf geven, zo lief ben ik. Ja. Sterk. Ja, dat is echt gruwelijk. Ik wou echt altijd aan mezelf. Dat weet ik, dat hij weet ik van jou. Hij zou ze zeker aan mij geven, weet je waarom? Hij is bang dat ik ga winnen, dat weet ik zeker. Ik heb nul. Het zou logisch zijn als hij aan mij zou geven. Reddy gaat ook niks raken. Hij is eigenlijk goed met deze. Reddy gaat niks raken. Mag jou, hè? Randy gaat ook niks raken. Hij gaat ook niks raken. Je gaat niks raken. Wij zijn tatas. Je gaat niks raken. Ik gun jou wel een lat. Je gaat niks raken. Ja. Hé, hey, als je mij een strijk geeft op jouw lat, noem ik je racist. Ja, zie je? Zo. Hij raakt niks. Nada, noppes, niente. Maar mijn schoten waren niet slecht of zo. Maar gewoon niet goed genoeg. Schiet drie keer die bal op de lat. Geef ze alsjeblieft. Ik smeek het. Waarom mij? Ik zweer alsjeblieft. Waarom mij? Ik zweer. Je zit echt gewoon op jouw knieën voor mij. Alsjeblieft. Je raakt drie keer die lat. Zeg alle drie keer. Zeg gewoon. Achie. Ga, doe het. Je bent diegene die. Alsjeblieft. Ja. Ik ben nog soef, hè. Maakt niet uit. Ook al geef ik dit, dan ga ik met jou strijden. Dan ga ik niet van jou voor die. Want je praat toch. Wie vind je minder verstaanbaar? Zeg maar dat moment daarnet met Rocco. Ga ik niet van jou voelen, op dit 5 euro moment van. Maar het is voorbij, ik praat weer netjes, goed, snel. Wat is de magische blad? Ga ik geven betaal 5 euro? Oké, okay, jullie hebben ze nu allebei gezien? Laat weten in de comments. Ik was eigenlijk alle drie aan Soef geven, maar hij vroeg het wel op zijn knieën. Hij vroeg het gewoon op zijn knieën. Als je ook al raak je één keer, ik wil gewoon achter de naam horen. Waarom mij? Laat mij erbij te maken, broer. Zit doen, jij raakt niks. Oh. Niet vrezen voor mannen, wat ze? Hier. Rustig. Je bent kaka. Zit doen, je raakt hem niet. Rustig. Oké, hou je mond! Hou je mond! Nog één keer! Hou je mond! Rustig! Concentreren! Dit is voor jou, Jammer! Broer, geef maar als je man bent, geef maar! Ik wil hem aan Soef geven, maar jij gaat zeggen, maar je bent kaka! Nee, want ik weet dat durf jij niet! Daarom durf ik niet! Jij wou niet aan Soef geven! Ik wil een Soef geven! Ik heb op camera gezegd! Ik wil een Soef geven! Ik heb op camera gezegd! Geef hem dan! Geef hem dan Soef! Ik heb op camera gezegd! Soef! Aan wie geef je hem dan? Nu geef ik aan jou! Jij hebt gezegd ik ben kaka! Bepaald. Je bent ook kaka. Je wilt dat iemand gaat verliezen. Waarom zou je hem aan mij geven? Dan hebben we allemaal... Ik wil dat jij verliest. Hoor je? Zie je? Je moet het ijs bouwen. Maar nu ben je ook niet slim. Want hij mag ook drie keer schieten. Dat maakt niet uit. Hij doet drie keer schieten. Hij raakt niks. Ik zei net tegen Rarko. Als ik ze alle drie raak, geef ik ze alle drie een achie. Oh, love you. Hij pakt je op mijn tak! Maar deze, hij krijgt ze Maar wacht, ik wil ook niet blij doen, want hij gaat het weer teruggooien op mij. Weet je wat nou het probleem is? Kijk, dit is een mentale spel. Ik wil eigenlijk zeggen, ja, Soef. Maar Soef is ook zo'n mannetje, hij switcht op mij. Soef, jij wil schoenen dadelijk schoonmaken, ja? Kijk, maar jullie doen nu echt lief tegen mij. Nee, ik hoop dat je ze alle drie mist. Ach, jij doet lief, je bent lief. Inshallah, raak ze alle drie, geef ze aan Koen. Oké, wat vinden jullie van mij? Wat vinden jullie van mij dan? Je mag kakken. Je bent niet normaal. Alleen maar takjes. Als je goede mond houdt. Rakko, wat vind je van mij? Jij bent de beste, Ik heb jou een paar keer. In de tijd dat wij elkaar kennen, een bericht gestuurd wat jij voor mij betekent. Op basis van jouw gedrag zou ik hem nooit aan jou willen geven, omdat je zo goed bent, ben ik aan twijfel. Huh? Oh, jammer! Hij was wel mooi! Hij is kaka! Hij is kaka! Mooi! Hij mist alles! Hij was ft! Of hij moet opnieuw? Hij mag opnieuw. Ik wil zeggen, vertelt niet. Nee, hij moet er wel... Ja, ik moet zorgen dat jij die bestrekt. Ik ga hem niet krijgen. Hij mist alles, hij mist alle drie. Ik heb alleen jouw strik gekregen, omdat je bang bent voor Soef. Oké, shit. Ik zei toch dat je goed was? Ik heb maar eentje geraakt. Wacht even, hoeveel strijks heb je? Eentje. Jij? Twee. Jij? Je wou hem eerst aan mij geven en dan aan Achie, toch? Ik wou hem eerst aan Achie geven en hij is nu voor jou. Je bent toch dat iemand verliest? Ja, dus? Dat zei je net ook. Je hebt toch twee? Ja, hij toch ook. Maar ik verlies niet. Dat weet jij, daarom wil je maar mij geven. Oké, volgende challenge. Zoveel mogelijk clubs benoemen uit de Franse competitie. Wie durft te beginnen met een bot? 6-7. Wat jij ook zegt, ik ga over je heen, want ik weet dat ik minimaal meer 2/3 van heel de competitie ken. Hij ligt 23 uur in zijn bed, broer. Hij weet niks, Dan pak je 10. Ik pak hem. Alles op door, binnen de 30 seconden. Wacht even. 3, 2, 1, go! Lyon, Marseille, PSG, Brest. Queenkamp, Nice. Ja, je praat met mij, man. Lille. Je praat tegen mij, man. Ik zeg eerlijk, wat je toch niet? Jawel. Social. Wat? Ik zie je kijken, je zegt nee, man. Broer. Je zegt nee, maar wat? 3, 2, 1. Ja, fuck. Ach, hij heeft strijk, hij heeft nu 3 strijks. Volgende challenge. Elke keer als je een voetballer noemt, dan moet je doorgaan met de laatste letter. Dus bijvoorbeeld je zegt Ronaldo, eindigt op O. Dan zeg je bijvoorbeeld... Olmo. Olmo. Ja, eindigt weer op O. Als je afhaakt, krijg je een strijk. Ibrahimovic. Cissé. Oh. Die met die blonde mini. Met de E. Heb een fout.
Wie is Eder? Wie is Eder? Ja, die van Portugal. Ah. Nee, van Portugal, die spits. Ja, Ronaldo. Hé, hij is R. Met een O. Alonso. Ja? Alonso met een O. Ono. Ono. Alonso. Wat een R? Hij heeft gelukt! Hij zegt Alonso met een O! Ja! Je hebt gelukt! Wat ik het hem niet eens doen! Nee, die heeft de strijd. Okay. Oh. Alonso. Nou, Ono. Nou. Oxley, Chamberlain. Ja. Ja, klopt. Ja. Oxley, Chamberlain. Ja, broer, dat is heel. Chamberlain is zijn achternaam. Ja, Oxley, Chamberlain. 1, 2, 3. Netvet. 4. Donnarumma. Oh. Appia. Ja. En wat heb ik nu? Ha. Ha? Haaland. 1, 2, 8. Ik kan niet gelijk tellen, man. Ja, niet gelijk tellen, zegt hij. 7, 8, 9, 10. Met een H. Ha? Handanovic. Gatuna. Met een C. Courtois. Wat is achternaam? Oké, laatste. Wat is het? Courtois? S? Nee, hij is op tijd. Djibril Cissé. Uit. C. Helemaal uit. Nee. Courtois, man. Het was een S, bro. Omme. Echt jammer. 7, 8, 9. 10. Strijk. 11. Oh, ik ben eruit. Ik ben op bij 12 bijna. Je hebt strijk. Bro! Jij zegt zomaar 7 is. Nee. Hij eruit. Dan zo. Wow, dat mag hij nog een keer. Oier. Riedewald. Wie is dat? Wat eindigen met een D? Ja. 7, 8, moet je weten, man. 10. Strijk. Sorry. Nee, man. Sof, jij hebt gewonnen. Volgende strijk. Jij kan het gewonnen. Ja. Nee. Als hij eruit was. Ja, toch? En wij zijn het allemaal mee eens. Dan was het toch 1 tegen 1? Ja, precies. Hij is niet eruit. Oké, kom maar. Met de D? Oké, Danilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, weer een O. 9, 10. Osjaku! Ja, stop, 10. Ik was trek uit dit. Ja. Hij is voor jou. Ja. Hoe is de herhaling? Hoe hij zeg maar voor de camera zit en zegt, ja, ik ga maar een soef geven. Is goed, jij wilt het gaan meegeven. Omdat ik wil dat jij verliest. Ik wil dat jij verliest. Hoor je, zie je? Oké, we hebben hier een penalty stip. Zometeen hebben we allemaal een bal. We moeten de bal rollen richting de penalty stip. Degene die het verst vanaf is, krijgt een strijk. 3, 2, 1, go. Zo! Wacht even. Zo! Deze drie zijn veilig. Deze drie zijn veilig. Is van mij. Je hebt verloren. Ja, Randy. Je hebt verloren. Je hebt een strijk. Randy heeft een strijk. Volgende challenge. Weer een game changer. We hebben 5 ballen die je op de lat moet raken. Dit keer mag je of je eigen strijk weghalen of een strijk geven aan iemand anders. Wie, oh, wie gaat als eerst? Ik ga als laatst. Nee. Ik ga als laatst. Nee, bro. Ik ben net ook gegaan. Ik was eerste, man. Ik was eerst gegaan. Oké, steen, papier, schaar. Oké, tot de... 1, 2, 3, go. Ik heb jou. Ik ben laatst. Broer, ben jij? Hij doet zo, ik ben even gegaan. Ik ben laatst, jij mag kiezen wanneer. Ik ben laagie. Ik ga alles aan zoeken. Ik ook. Hij zit wel dichtbij. Zoek die ijsbad, zoek hem op die ijsbad. Hey! Zo. Oké. Maar hij gaat zeg maar nog niet geven. Nou, hij moet wel geven, toch? Dat is 2. Oh! Dit is wel even. Eén van de 5! 1 van de 5, wat gebeurt hier? Oké, maar ik heb hem in ieder geval. Ik heb geraakt. Ik wil alleen maar 1 ding zeggen. Gewoon eerlijk, hè? Dit is die ding. Ik heb 0. Eerlijk, dat moet je ook een beetje respecteren. En ik heb de kans gehad, dus ik kan het ook zeggen: ik heb de kans gehad om jou strijk te geven, heb ik niet gedaan. Dus wij zijn tata's. Hoeveel hebben jullie eigenlijk allemaal? 4. 4. Hoeveel heb jij? 4. Hoeveel heb jij? Ga ik je niet zeggen. Bro, als je stoer wil doen, geef hem maar mij. Als jij mij wil geven, maar geef hem liever. Ja, dan geef ik hem aan jou. Ja, dankjewel. Ik wist al lang dat je zou doen. Oh. Als ik een 5 raak, mooi op mijn echt leukste, ik geef alles aan Soef. Alles. Hij zegt altijd, ik verlies met mijn challenge. Hij gaat dit keer verliezen. Cool. Hij is nog vrij. Hij is aan Soef. Ja, man. Hij mag niet zeggen, maar hij is met 0 eindigen. Ja, zijn jullie ready? Ja. Ik ga jullie strijd zeggen. Jullie mogen naar mij kijken in mijn ogen. Het maakt niet uit wat we doen, maar ik ga al mijn strijd kijken aan Soef. Alles. Ik meen het. Ik weet niet wat Achie zegt, maar ik geloof niet. Ik ook. Hij heeft 15, hè? Hij zegt 2. Hij gaat het verliezen. Hij gaat 2 op mij geven, hij gaat 50. Ja. Dit is mentaal. Kijk. Dit is mentaal niet leuk. Dit is mentaal. Hij mist straf 4. Ah! Kom. Deze ook. Oké. Ja, hij wacht wel stoer, man. Luister. Ik was echt van plan om eentje aan Koen te geven en eentje aan jou. Dit is hetzelfde wat Koen tegen mij zei. Ik zou eentje aan Koen geven en eentje aan jou. Dit is hetzelfde wat Koen zei. Ik zou hem eigenlijk aan Soef allebei.
school gaan denken. Allee, Achie, alsjeblieft. Ja, ik moet nog. Ik ga jou niet geven. Ik zweer het. Ik wil Achie editorisch. Weet je nog? Een paar jaar geleden, broer, hij heeft mij genakt. Hij zei, hij moet zitten. En zo, alsjeblieft. Ik alsjeblieft. Gun mij, alsjeblieft. Jij gaat editorisch. Ik ga niet editorisch. Ik ga niet, broer. Jij kent mij niet. Onder druk ben ik het best. Randy Soef, ik ga jullie niet. Nee, Randy Soef. Ola, ik ga jullie geven. Fuck je terug. Onder druk ben ik het best. Ik zweer het. Oh! Onder druk ben ik het best. Dat weet iedereen. Zo, hoe hoog? Ik hoop dat je alles mist. 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 Hij mist ze allemaal. Hij mist ze allemaal. Hoe mis ik ze allemaal? Ik heb de beste trap van heel Los Barrenderos. Als Achie 5 raakt, ja, dan is gekhuis hier. Dit spelletje moet je slim zijn. Kijk, ik heb twee keuzes. Of ik haal alles straks bij mij weg, heb ik er twee. Of ik haal er 3 jaar van mezelf, als ik er 5 raak, geef ik er 2 aan Koen om het extra leuk te maken. En hij gaat ze gewoon raken, ken je? Klaar. Nee. Oh. Nu heeft hij die 4. Wow. Hij gaat er zeker 3 raken. Nee, wat kijk maar. Voor jou. Ik heb sowieso niet gewonnen. Oh. Oké. Okay. Hij is klaar, hij is klaar, hij is klaar. Hij is klaar. Ja, zeg, hij gaat 3 raken. Jullie luisteren. Zeg je toch, hij gaat 3 raken. Wat een klap, man! Oké, wacht! Eigenlijk, mijn droom was dat ik er 5 zou raken. Koen zou een paar raken, zou Ars aan Soef geven. Al geef ik nu mijn 3 aan Soef, ik heb nog steeds niet verloren. Dus je hebt geluk bij deze. Hoeveel heb jij er? 4. Jij? Ik heb er 3 geraakt, dan zou er 6 komen. Dan heb je nog steeds minder dan mij. Jij zou er op 7 komen. Ik heb 2, hè? Jou laat me rusten. Ja! Je hebt er hoeveel? 4. Oh! 7-7. Ik haalde alle 3 bij mij vanaf. Ik heb er 4. Vier? Ja. En hij heeft er ook 4. Ja. Het is de finale tussen jullie. Ah, ik ga niet! Ja, Raco is nog! Raco is nog! Raco is nog! Raco is nog! Oh, nee! Achie! Ik was hem helemaal vergeten. Maar wacht even. Waarom hoeft hij mij 1 te raken? Waarom moet hij hem aan mij geven? Nee, hij kan hem ook aan Koen geven. Maar hij gaat hem aan jou geven. Dat zeg ik. Achie! Als Raco de eentje raakt, is hij al klaar. Dat is training. Oh nee! Ik goed zo. Je bent gewoon die legend toch? Wat is jouw verhaal? Ooit voetballen, ooit shuffles aan de zijkant. Wat is jouw verhaal? Wij zijn samen op YouTube begonnen. We gaan samen eindigen. Wie weet. Wat is jouw verhaal? Wil mijn verhaal worden? Wil mijn verhaal worden? Ja. Mijn verhaal? Je bent klein en lelijk. Klein en lelijk. Klein en lelijk. Ja. Strijk. Je gaat in die eindkant. Ik kon hem ook aan mij geven, dan stond ik met jullie in de finale. Heeft hij niet gedaan. Serieus? Als je met 0 strikes door een voetbalchallenge komt, dan ben je not a player for the bench. Achie, helaas. Trouwens, abonneer als ben je geen echte voetballer meer. En kijk nu met je popcorn in je mond hoe hij ijs in gaat. Weet je voor wie dit is? Dit is voor Rendo, jongens. Echt voor Rendo. Ah, deze is voor Rendo, ja. Echt Rendo? Ja, maar dat we hem niet kunnen bellen. Ik weet niet waar hij is. Hij is in Uzbekistan of zo. Dit is voor Rendo. Hoe in Uzbekistan? Ga zitten. Achie. Ga erin. Beste is in één keer. Helemaal in zit, gaat tijd in. Dus je moet zelf kijken hoe je het gaat doen. Beste is in één keer. Hey, lekker voor je. 5 minuten. Je bent de baas, Achie. Jij bent de goat. Ga, jij bent de goat. Ja. Waarom is het moeilijk? Je moet uiteindelijk in. Ik ga in één keer. Bedankt voor het kijken. En als je hebt gekeken, gelijk naar buiten. Voetballen moet je. Niet alleen video's kijken, niet alleen maar gamen. Naar buiten en voetballen. Dat is waarom wij video's maken. Adios.